Museumstukken, onze nieuwe rubriek. Hierin gaan we op zoek naar FC Utrecht items met een bijzonder verhaal. Vandaag aandacht voor... De herdenkingswedstrijd, David Di Tommaso, maart 2007. Ook weer zo'n datum die eigenlijk weer bij iedere Utrechter in het geheugen staat. Voor de wedstrijd echt tranentrekkers, na de wedstrijd natuurlijk ook. De wedstrijd tegen Monaco, de club waar hij gespeeld heeft. En dan ook weer zo'n item wat je in je verzameling moet hebben. Het shirt van de thuisspelende ploeg, maar ook de uitspelende ploeg. Ja, helemaal top. Julian Esposito, uitspelende ploeg en natuurlijk het thuisshirt van Tim Cornelissen.